Volgens premier Rutte is het een leuke partij met leuke mensen waar een hoop vrolijkheid van uitgaat. Het kan aan mij liggen, maar ik moest bij die woorden niet meteen denken aan de SGP. Want daar had hij het over. Ik kan me in ieder geval niet voorstellen dat Urk en Staphorst dit carnavalsweekend vrolijk in Polonaise door de kroeg zijn geslingerd. Dat Rutte de SGP paait om een meerderheid in de Eerste Kamer veilig te stellen, begrijp ik. We hebben vorige week een paar honderd statenleden gekozen en het is volstrekt onduidelijk hoe die mensen straks de Eerste Kamer gaan kiezen. Hun stem wordt vermenigvuldigd met het aantal inwoners van de provincie, gedeeld door het aantal zetels in hun college, waarna het aantal bakstenen in het provinciehuis gedeeld wordt door het aantal meters dat ze een pingpongballetje met een rietje kunnen wegblazen, wordt opgeteld bij het aantal albino's in Mali en vermenigvuldigd met de warme balletjes van de koningin. En alles uiteraard met aftrek van restzetels. Geen wonder dat Rutte het zekere voor het onzekere neemt, maar om dan maar meteen de SGP een vrolijke partij te noemen, gaat me wel een beetje ver. Je kan het met ze eens zijn of niet, maar voor- en tegenstanders zijn het er in elk geval over eens dat het serieuze mensen zijn bij de SGP. Als ze al een keer een feestje geven, dan is het zonder vrouwen. Ik kan me niet voorstellen dat een vrijgezel als Mark Rutte daar echt vrolijk van wordt. En dan willen ze ook nog van alles verbieden. Dat kan onze premier als liberaal toch nooit ook echt leuk vinden. Maar hij weet dat een leugentje soms helpt om je doelen te bereiken. Dat mag ook soms, alleen vraag ik me af of de meerderheid halen in de Eerste Kamer een goede reden is om je principes overboord te zetten. Net zoals ik me afvraag of een order voor wat boten een reden kan zijn om met de omstreden sultan van een oliestaatje te gaan dineren. Wiegen mag wat mij betreft alleen als het om mensenlevens gaat. Bijvoorbeeld om 3 Nederlandse gevangenen uit hun Libische cel te krijgen. In dat geval mag Rutte zich van mij helemaal uitleven. Nee, meneer Gaddafi, u heeft een hele leuke partij met hele leuke mensen waar een hoop vrolijkheid van uitgaat. En een hele goede politie ook hoor. Onze helikopter stond met draaiende motor klaar om op te stijgen. En uw mensen wisten alsnog iedereen op te pakken. Als dit allemaal voorbij is, kunnen uw mensen die van ons misschien eens een keer een workshopje geven. Hè? Want onze politie ligt soms gewoon een crimineel af te luisteren terwijl die wordt doodgeschoten. En dan nog krijgen ze de dader niet te pakken. U bent een groot leider, meneer Gaddafi. Echt waar. Mogen we dan nu onze mensen terug? Dan beloof ik dat we hier een paar westerse vrijheden gewoon weer gaan inperken. Ik heb er een partij gevonden die me daarbij kan helpen. Een hele leuke partij met leuke mensen waar een hoop vrolijkheid van uitgaat. Kunnen we het zo afspreken? Hartstikke fijn. Dan ga ik nu weer met die leuke mensen praten. Dag!